leukste eeuw van. Tien voor Taal is ook weer van de partij met deze keer twee politieke teams die allebei voor de taaltrofee strijden. Voor het late journaal is er nog de laatste show, maar beginnen doen we met Thuis, waar Dree zich schuldig voelt en excuses probeert te zoeken voor Jenny's gedrag. Intussen neemt Rosa op haar beurt. Jenny is goed onder handen en vraagt haar eindelijk te kiezen voor ofwel Dree ofwel Willy.